Hallo, welkom allemaal bij een nieuwe episode van Epic God Platoon. En ik zit in Platoon met Kepro en Tigel. Tigel zit dan weliswaar niet in God, maar daarom staat God ook tussen haakjes. Kepro zit in zijn zeer broken TVP T50-51. Tigel zit in een 113, een Chinese Tier 10 heavy tank. En ik zit in de T-62A, natuurlijk een van de vele Russische Tier 10 mats. We spelen hier op Live Oaks. En ja, epic potjes zijn er bijna nooit als er Artie in de game is. Dus het zal jullie niet verbazen dat dit een game is zonder Artie. Maar goed, dat wil natuurlijk niet zeggen dat we automatisch een goede game hebben. Zeker niet als je met dit soort schoten begint. En het volgende schot bounced ook. Zeer legit, dus ik heb een heel slecht begin. Maar gelukkig gaat de rest van de pot wel goed. Mijn eerste shell hier in de TVP trekt hem meteen. En jullie zagen zowel Kepro als Tigel meteen een shell erin doen. Dus dat was erg goed getimed. Ja, en Tigel is eigenlijk de verantwoordelijke voor dat we hier deze positie innemen. We kijken naar het enemy team en we zien 3 TVP's en 240's. Ja, en Kepro en ik zijn eigenlijk de enige mediums op tier 10. Dus dat betekent dat we eigenlijk wel verwacht hadden wat er nu gebeurt. Hun mediums zijn zeer agressief hier gepusht op, in het water en deze ridge. En Tigel die stelde eigenlijk voor van ja, als wij nou één ridge terug staan dan van waar we normaal staan, dan staan we niet zo in die dip. Hè, dit is eigenlijk deze dip hier zo, dit gedeelte. Daar kom je een beetje vast te zitten en daar kun je eigenlijk weggeschoten worden door je tegenstander. En die dip waar we nu staan, ja, daar staan we gewoon wat safer. De tegenstander zal niet zo snel YOLO'en. Want ja, ze moeten daar gewoon best wel veel open terrein door. En wij hebben hier, ja, als we gewoon slim onze tanks positioneren, genoeg gun depression. Om, ja, agressief piekende tegenstanders, om het zo maar te zeggen, te straffen. Nou, zowel Kepro en ik hebben inmiddels al een kill opgepakt. Dus ja, dat ziet er op zich niet slecht uit. Het is erg close gevecht. Maar op dit moment lijkt het erop alsof wij ja, het nadeel hebben. Het staat 3-5 in het voordeel van de tegenpartij. En ik probeer hier een tegenstander te pixel snipen, maar dat gaat helaas niet zo heel goed. Hier wel een mooi schot op de 110. En ja, dit is natuurlijk het voordeel van die Russische match. Hè. Goede aimtijd, goede accuracy. Goede accuracy on the move ook. Dus ja, ik hoef hier eigenlijk nauwelijks voor te aimen om die 110 te raken. Ik piek nu wel net wat te ver om die 110 te kunnen schieten en daar maakt de TVP van de tegenstander gebruik van. Ik heb natuurlijk goede turret armor in de T20A, maar de hul is niet zo geweldig en ik moest zo ver pieken dat ik gewoon ja, daar een schot moest vangen. Maar goed, om een kill te kunnen maken moet dat soms. En ik bounce hier 2 keer op de cupola van die TVP, dat is toch best wel pech. Dat 2 keer op rij ja, zo goed schot eigenlijk wat al lastig genoeg te raken is, dat dat raak gaat. Ja, we hebben hun mediums eigenlijk zo hard verwond dat ik nu eigenlijk het idee had van we moeten een push gaan maken om die gasten op te ruimen, want op de andere flank gaat het niet goed. Al onze tanks daar zijn inmiddels dood. En Tigel en ik hebben nog aardig wat hitpoints, dus wij gaan dat verzorgen als het even kan. Maar ja, die TVP's die zijn gewoon ontzettend overpowered, zoals jullie zien. Tigel is in no time weer al zijn hitpoints kwijt. Gelukkig weet hij er nu wel eentje uit te schakelen. En ik heb me nu gefocust op deze IS-3. En gelukkig hebben we ook nog een Conqueror die mee rijdt. Die in ieder geval wat, wat hits vangt voor ons. Dat is wel nuttig. Ja, en door dus eigenlijk die in het begin niet al te agressieve positie in te nemen, hebben we nu ja, eigenlijk een voordeel ten opzichte van de tegenpartij. Ik bounce hier op de een of andere manier deze object 140, dat is wel heel zuur. Want ja, ze hebben dus nog 200 140's met nog aardig wat hitpoints.
Maar goed, ik had er meer in ieder geval dan deze 140. Probeer hem hier te trekken. Lukt helaas niet. Dus ik ga nog een schot van hem vangen. En hij schakelt mijn driver uit. Ja, die driver die was al een keer uitgeschakeld geweest. Dus ik speel nu zonder driver. De rest van de game. Ja, en inmiddels staat het 8-12. Dus het ziet er gewoon niet goed uit. Deze 140 probeert te ontsnappen. Maar dat laten we natuurlijk niet zomaar gebeuren. Ik pomp een Shell erin en Kepro die nog wel leeft, maar niet heel erg. Want hij heeft nog maar iets van 100 hitpoints. Die pompt er ook een Shell in, dus die op die 140 is nu een two-shot. Ik spot hier de CDC. Nou, dat is een easy kill, gelukkig. Wordt helaas wel zelf ook gespot nadat ik hem kill, dus... Ik zat eraan te denken om die op 140 te chasen, maar ik denk, nou ja, er rijdt daar nog ergens een Izu rond. Ja, die kan natuurlijk al mijn hitpoints weghalen, dus gelukkig op tijd teruggetrokken. Ja, dan ben ik nu nog samen met Kepro alleen over. En daar is dan die Izu. Ja, die komen we eigenlijk precies op een goede plek tegen. Ik kan hem hier rustig wegsnijpen. En Kepro en ik zijn dus met z'n tweeën over tegen 5 tegenstanders. Waaronder dus nog die Object 140. Maar dat is dan wel de enige die 10 nog verder. En Kepro heeft er net een Shell in weten te doen. Dus dat betekent dat die 140 nu inmiddels een one-shot is. En ik rol hier vrij hoog op deze T49 die ineens kwam aanjolowen. Dus gelukkig kon hij niet in mij schieten. Want ja, T49's kunnen natuurlijk een hele hoop schade doen. Dus dat is mooi. Dan is het nu een 2 versus 4. Kepro pakt de Izu op die ik tot een one-shot had gereduceerd. Ja, dan is het nu 2 tegen 3. Dus dat ziet er niet slecht uit. En ja, er staat er eentje in de cap. En, nou, jullie zien wat ik hier doe. Ik heb net genoeg gun depression om deze T10 te beschieten. Klein beetje over de zijkant van je tank mikken. Dat werkt altijd. En ik weet in ieder geval de cap te reduceren. En Kepro pakt hier nog een kill op de WZ-131. En hier spot ik de object 140. En die killt helaas vlak voordat ik die 140 kill, killt die Kepro. Gelukkig weet ik hem uit te schakelen. En ja, dan komt de super accurate T10 Russia bullshit. Die mij nog eventjes, terwijl ik de heuvel afrij, weet te snappen. Maar goed, gelukkig kon ik dat hebben, want ik had er de hitpoints voor. Ja, dan is het nu dus 1 tegen 1. Nou, ik weet natuurlijk ongeveer waar die T10 staat. Ik kan zelfs nog een schot van hem vangen. En ik heb bedacht dat ik mijn view range ga uitbuiten. Dus dat kan hier op deze plek ook makkelijk. Er zijn hier een hoop bosjes waar je gebruik kan maken van je camo rating. Dat is natuurlijk het voordeel wat ik heb nu ten opzichte van zo'n heavy tank. En ik heb ook het view range voordeel. Nou, vanaf die plek kan ik hem niet echt goed raken, dus ik probeer een hoger punt te vinden. Nou, dat heb ik hier gevonden op C6. Het plan is eigenlijk dat ik hem dan een beetje wat meer van boven kan schieten. Ik laat nu ook een heat shell, ja, omdat ik hem waarschijnlijk op zijn turret moet raken. En de turret van de T10 is natuurlijk vrij sterk. En dan heb ik al een maximale penetration nodig. En hier spot ik hem inderdaad. Nou, eigenlijk komt het zo uit dat ik hem helemaal niet in zijn turret hoef te schieten. Ik kon hem in zijn zijkant schieten en gelukkig gaat het erin. Dus toch nog een mooie overwinning. Laten we gaan kijken naar de statistieken. Ja, normaal eigenlijk in een Epic God Platoon staan we met z'n drieën dan ook bovenaan. Zowel in damage als in experience. Dat is dit potje niet het geval. Ik steek er duidelijk bovenuit in dit geval. Tigel wel nummer 2 nog, maar wel met meer dan de helft minder damage. En Kepro heeft ook niet zo heel veel damage gedaan uiteindelijk. Maar goed, we hebben natuurlijk wel met z'n drieën 12 kills opgepakt. Dus dat is een welverdiende crucial contribution. En dat maakte toch wel dat wij als platoon natuurlijk gewoon de impact hebben gehad die nodig was om deze game te winnen. Ja, voor mij persoonlijk was het ook nog een erg goede game. Ik haal niet zo vaak ace tankers in tier 10 mediums. Sterker nog, de Object 140 heb ik nog steeds de ace tanker niet in. Maar T2CA is dit volgens mij mijn tweede ace ooit. Of misschien zelfs al de derde. Ik had ook een high caliber en een top gun en dus die crucial contribution medaille. Ja, en ik had 6,5k damage en 6 kills, dus dat tikt natuurlijk wel lekker aan. Bedankt allemaal weer voor het kijken en tot snel.